op mijn lijstje, daar heb ik niks van gehoord. Ja, jongen. Robert, jij is goed naar alle supporters. Het gaat uit mijn leven. Heb weer een fantastisch jaar achter de rug. Is het aan de gang? Ja, hoor, die zegt zo. Ze filmen al, hè? Dat doen ze altijd. Ja, dat doen ze altijd. Dan kom ik weer in een filmpje. Op de bunnyxeye.nl, op de SV. Dat de peanuts tussen mijn tanden zit. Ja, zeker. En dan krijg je al van die oude vriendjes van jou, weet je wel. Dan krijg je al mijn commentaar, hè? Maar Santa Claus, je kent me eigenlijk wel heel goed. Ja, maar ik ken eigenlijk niemand die mij zo goed kent, behalve Atje van der Voort. Oké. Kent u die? Ja, ik ken die ergens van. Je zit ook altijd met zijn bel te spelen zo de hele tijd. Oh, dat ben ik. Hé. Atje, Santa At. Atje, Kerstman, hoe is het met u? Goed. Hoe is het met het clubpie? Goed. Ja? Ja. Wat heb je voor shirt aan? F? Ja. Ja. Dat is een shirt van het Europees voetbaltoernooi, hè? Is het Europees? Bedoelt die Utrecht als enige... gewonnen heeft. Ja. Ja, die wedstrijd, hè? Die Utrecht als enige gewonnen heeft. Welke wedstrijd? Nou, tegen Valletta. Ja. Legt Poznan dan op penalties, of gelijkspel, hè? Betere doelsaldo of uitkool, bedoel ik. Ja. En dan Zenit Pittsburgh 1-0 thuis, hè? Prachtig. Ja, dat is het mooiste, hè? Dat is het mooiste, ja. En als je dan hoort, dan Ajax in één ronde al uit. Ja. Feyenoord ook een kansloos, niet meer verder. PSV, ja, jammer, hè? Jammer, hè? Ik moet tegen Sieren zeggen, met die mariniers. Jammer, hè? Sieren? Oh ja, van de... Ja, ja, die Rotterdammers, hè? Die komen, hè? Ja. Tegen Feyenoord, hè? Ja, maar er zit ook Utrecht Sports bij. Ja. Ah, maakt niet uit. Maakt niet uit. En voor het clubje. Zo is dat. Zeg, Santa Claus, heb ik nog wat, heb je nog wat in je zak zitten voor mij dit jaar? Welke deusje zak? Nou, kom maar niet zo. Kun je niet zo... Heb je nog iets leuks voor me? Dan zie je hier een zak. Nee, maar die voor als u dadelijk overvliegt. Als uw vriend weg is. Die andere is Sinterklaas. Wie mijn vriend? Sinterklaas. Oh, die. Oh, ik heb hem nou weer vergeten. Ja, ik ben nou. 412 jaar uw vriend. Ja. En nou is het wat minder. Is het, ja? Just. Bent u tevreden over Utrecht? Ik ben er tevreden. Ja? Ja. Waar bent u tevreden over? Nou, zoals het nu gaat met mijn clubje, hè? Ja. Ik denk dat ze nou weer oma Erik, beste Erik, die heeft de clubje weer teruggekregen op de rails, zoals het hoort. Ja. He, we hebben even een dipje gehad, maar nou loopt het weer. Zoals het Utrecht waren. Ja, 3 puntjes pakken in Amsterdam. Ja, lekker. Ja, dat is lekker, hè. Ja. Het is net zoals een wedstrijd als anders, maar die was wel even... Ja. En dan lekker interland weekend, gewoon 2 weken lekker lang zo. Ja, het is net zoals tegen een ander, maar deze is wel die is extra lekker. Heel erg lekker. Ja, ik vind het zelf hoor, maar deze is wel even lekker. Zo is dat. En toen Excelsior, uit nog niet verloren. Nee. Lastige. Iedereen ook wel weer Utrecht-achtig van, ja, die zullen we dan wel weer verliezen of gelijkspel. Ik dacht eerlijk zelf ook van, die is nog lastig als. En die winnen we dan. Ja. En nu gaan we naar Sparta. Ja. Uitverkocht. Oh, dit wordt later uitgezonden, dus we gaan naar NAC. Ja. Ja. Ook uitverkocht. Uitverkocht. Durf ik nou al te zeggen. Je hebt het over de uitvak? Nee, ik heb het over de uitvak. Ik ga het niet over NAC praten. Oké. Ben je nou in een groep of zo? Ga je nou gek lopen doen? Omdat ik het interview geef en gaan we het omdraaien, Adje. Of Santa At. Voor een gat. Maar goed, uitvak is uitverkocht. Uitverkocht, ja. Alles weer uitverkocht, ja. Mooi. Ga je mee? Nee. Wat? Nou, daar heb ik goede reden voor. Ik ga niet meer vanwege mijn gezondheid. Dat vind ik, hoe is met je gezondheid? Nou, mijn gezondheid, ik zit nu te wachten. Nog steeds op een brief of telefonisch van het UMC Utrecht. Ja. Van de neurochirurgische planning. Om dus die hypofyse operatie, wanneer dat plaats kan vinden. Maar jij bent ook een knokker, hè? Ja. Ik heb toch in 2009 een hartoperatie, klepoperatie overwonnen.
2014 een hersenvliesontsteking, of een hersenontsteking, twee dingen in één. En nog eens een keer weer een hartklepoperatie overwonnen. Dat is bijzonder. Ja. Je bent een knokker, je bent een voorbeeld. Ja. Ja. Ja, we kunnen wel leuk doen, je maakt mooie filmpjes, je doet een hoop voor de club. Ja. Je vraagt dat dan aan een ander. Ja. Maar eigenlijk ben jij gewoon echt een strijder eerste klas. Ja, zeker. Daar hebben wij veel respect voor wat jij allemaal doet. Vind ik mooi. Mooi, dank je. En wat zou je nog graag willen? Wat is nou echt mooie, wat is nou een mooie wens? Ik bedoel, Santa Claus geeft altijd anderen weg. Wat zou je zelf nou graag willen? Voor dit jaar, hè? Laten we niet voor dit jaar. Als je nou echt even in de spiegel kijkt, je staat 's ochtends op. Ja. En dit jaar gewoon lekker bij FC Utrecht. Wat zou je dan willen? Voor jezelf, hè? Ja, wat is jouw wenslijstje? Ik weet niet wat ik zo 1, 2, 3 moet zeggen, maar ik ben in ieder geval blij dat als ik in het ziekenhuis lig voor die operatie, dat in ieder geval Mark heb toegegeven om met een aantal spelers langs te komen als ik in het ziekenhuis lig. Dat vind ik leuk. Dat en weet je al wanneer dat is? Nee, dat weet ik nog niet. Dat staat wel in de planning. Ik zit ook elke keer op het patiëntenportaal te kijken, maar het staat nog steeds nog niet bekend. En wat gaan ze doen dan? Nou, ze gaan via de neus, dus er is ook KNO-chirurg erbij betrokken. Die gaat dus via de neus een opening maken hier, in de neusholte. En dan gaat er daarna, als die open is, gaat de neurochirurg, die gaat met haar apparatuur en met de camera naar binnen. En die gaat hier zit dus bij de hypofyse, het is het binnen je hoofd, achter de botten, onder je... Ja. Daar zit dus een tumor ook. Ja. En er zitten twee kransslagaders, wat ik begrijp van de neurochirurg, die zitten groeien je hoofd naar elkaar toe. En daar zitten net om twee kanten door die tumor heen. Ja. Nou gaat de neurochirurg gaat eigenlijk eerst een biop eruit halen. Ja. Die wordt naar een patholoog in het ziekenhuis gebracht. Ja. Dat duurt toch 3 kwartier, maar dat maakt niet uit, want ik ben volledig gekozen. Ja. Nou, dan gaan ze kijken van wat het is, want ze weten niet wat het is. Mm-hmm. Dus de patholoog gaat dan kijken wat het is. En als ze dan een aanleiding van daar, van dat uitslag, gaan ze verder. Dan is het iets wat te behandelen is met medicijnen of straling. Mm-hmm. Want het is kanker, hè? Daar praten we over. Maar het is geen kwaadaardige. Nee, okay. Want het zijn geen uitzaaiingen. Ja. Wat ze dat zeggen ook. Het kan kwaadaardig zijn, maar is. 100, of nou ja, laat ik zeggen, 99, misschien 95% altijd goedaardig. Hey, en nou is het dadelijk kerst en dan hoor ik dit verhaal. Ik vind Utrecht de Randstad, waar wij vloeken veel met kanker. Ja, dat is jammer. Eigenlijk is het soms wel eens een wens dat we ook eens een beetje gaan nadenken daarmee. Hè? Ja. Misschien moeten we ook maar eens gewoon zeggen dat supporters ook gaan nadenken, ook jonge supporters, ouderen, voordat ze het woord kanker gebruiken. Ja. Maar misschien moeten we ook iets gaan doen samen, Ad. Met supporters, voor al die mensen die kanker hebben, die hele erge ziekte. Ja. Zullen wij samen gewoon een actie gaan doen? Ja. Gewoon hier spontaan zo, wat we nu... we zitten nu bij elkaar, we hebben het erover. Ja. Er is niks aan geregisseerd of gepland. Nee. Zullen wij gewoon iets gaan verzinnen? Al onze vrienden erbij, van de supportersvereniging, supporters, de harde kern, de Bunningside. Dat we gewoon iets moois zullen gaan doen. Ja, zeker. Doen we, jongen. Zullen we dat gaan doen? Ja. Afgesproken. Ja. Voor de kerst ja. gaan wij iets neerzetten. Mooi. Mooi. Dankjewel.